Kaya, Kaya, Kaya. Wat is er, Andrew? Raak me niet aan. Goedemorgen, leerling. Maak kennis met Nicole. Ze gaat samen met jullie studeren. Nicole, welkom. Leuk je te ontmoeten. Leuk? Echt niet. Haha. Ai! Maar waarom? Geen reden, het is gewoon leuk. Nicole, kom. Wat is er met je haar gebeurd? Ja, de eerste dag op de nieuwe universiteit begon gewoon geweldig. Arm ding. Laat maar, Nicole. Dit is Andrew. Hij gedraagt zich altijd zo. Laten we vrienden zijn. Dat zou ik graag zijn. Hier is een bedankje van mij. Voor mij? Een nieuwe Barbie? Bedankt. Laat me eens kijken. Ga weg, Andrew. En ik heb er nog twee meegenomen, alleen om te spelen. Ik noem mijn pop Candace. Niet eerlijk. En ik dan? Wel, leerlingen, vandaag is het carrièredag. We gaan leren over verschillende beroepen en jullie ouders zullen ons daarbij helpen. Meneer Stone, u gaat eerst. Alsjeblieft. Hallo, jongens. Lucy, hallo. Dat is zo interessant. Papa, kijk toe. Ik mag mijn haar niet losdragen op school. Ik ben een chemisch wetenschapper. En nu ga ik jullie een experimentje laten zien. Dus, laten we beginnen. Let goed op de reactie. Dit is spannend. Oeps, gaat het wel goed met je? Wauw, indrukwekkend. Lucy, je hebt een coole vader. Ik weet het. Wat is er met haar oog? Moet geraakt zijn door een drukgolf. Dank u, meneer Stone. Het was ongewoon. Ja, dank je. Nou, ik ben weg. Verwelkom nu onze volgende gast, meneer Powell. Dank u. Hallo allemaal. Zoon. Oh, dat is mijn vader. Hij is bouwer. Mijn papa. Ja, ik werk nu al 25 jaar als voorman. En in die tijd heb ik veel geleerd. Oh, mijn kat. Wees maar voorzichtig. Auw. Oh, dat moet pijn doen. Hij traint 2 dagen thuis. Dat is het, pap. Dat is genoeg. Er gebeuren dingen op een bouwplaats. Dag, jongens. Zoals je ziet is voorman zijn een gevaarlijke baan. Begroet nu mevrouw Adams. Dat is mijn moeder. Mijn moeder. Goedemiddag. Ik ben het hoofd van de Barbie-poppenfabriek. Nicole heeft zoveel geluk. En dit is een van onze extra creaties. Een poppenhuis. Daar heb ik er genoeg van. Het is prachtig. Net als in een droom. En er zit een pop in. Oké, dat is genoeg. Ik ben nog niet klaar. Oké, kijk maar. Ze lijkt op jou, Nicole. We maken allerlei soorten Barbie-poppen. En ik wil je de mooiste exemplaren geven. Mag ik een brunette alsjeblieft? Bedankt. Ze kosten veel in de winkels in Troom City. Het huis is geweldig. Oh, is het voor mij? En ik laat mijn dochter niet zonder een nieuwe Barbie. Dankjewel, mama. Nicole, dochter, je bent thuis. Ja, mam. En dit is Mary, mijn nieuwe beste vriendin. Leuk je te ontmoeten, Mary. Doe alsof je thuis bent. Volg me maar. Veel plezier, meisjes. Dit is onze huiskamer. Ik heb poppen voor ons klaargezet. Kies maar. Deze. Kom maar op. Goede keuze. Laten we beginnen. Meisjes, hebben jullie zin in thee met wat lekkers? Waarom niet? Dat zouden we wel willen, mama. Ik ben zo terug. We hebben een heerlijke thee. Dat zul je zelf wel zien. Voilà, je tafel. Maar dit is een speelgoedtafel. En waar blijft de beloofde thee? Mama zal nu de cakejes brengen. Daar zijn ze. Bon appétit. Ze zien er geweldig uit. Auw, het zijn ook speeltjes. Bijt ze niet? Ik zal je laten zien wat je met ze moet doen. Hier, kijk maar. We hebben ze alleen nodig voor ons spel. Aha, ik snap het. Laten we spelen. Het hoofd van de poppenfabriek heeft speelgoedvoer gekregen in plaats van het echte. Waar het om gaat is dat de meisjes plezier hebben. En we kunnen eten bestellen als dat nodig is.
Wie is daar? Ah, dit is een Barbie-apocalypse. Nicole! Help! Help me! Red me, mommy! Ah! Nicole! Nee, ik wil niet in een Barbie veranderen. Nee! Ah! Het was maar een droom. Dat zijn genoeg poppen voor vandaag. Goedemorgen. Hallo, directeur Sanders. Oh, haha, wat een gezicht. Ik zal degene vinden die het gedaan heeft. En ze zullen hun straf niet ontlopen. Dit is het bewijs. Nu is alles duidelijk. Goedemorgen. Oh, wat is er met jou gebeurd? Vertel jij het me maar. Schaam je. Ik wil je ouders vandaag op school zien. Maar dat was ik niet. Dat heb ik niet gedaan. Probeer me niet voor de gek te houden. Laten we de video van de bewakingscamera bekijken. Ja, dat is een goed idee. En hier is onze schurkachtige leerling. Wie zou daaraan twijfelen? Ja, dat zal de directeur niet leuk vinden. En hun kostbare Nicole zal eindelijk krijgen wat ze verdient. Klaar. Oh, die pestkoep Andrew. Zie je wel. En jij beschuldigde mij. Sorry, Nicole. Ik reken wel met hem af. Ik heb een idee. Ha, mijn grap was goed. Of toch niet? Hoe kon ik de camera vergeten? Gefeliciteerd, Andrew. Onze ontmoeting met je ouders is vandaag om 5 uur in mijn kantoor. En vergeet dit niet. Oké, ik snap het. Zo'n grap is mislukt. Hoest, kuch. Jongens, maak kennis met Alex, onze nieuwe leerling. Hallo allemaal. Nieuweling? Maak je geen zorgen. Ik zal hem een goed welkom heten. Welkom op het Troon College. Dankjewel. Ja, welkom. Haha. Alex, let maar niet op hem. Hij kan niets anders dan pesten. Dank je. Wat een mooi meisje. Laten we beginnen met een kleine warming-up. Los die vergelijking op. Nicole, kom naar het bord. Ik? Oh nee, waarom ik? Kom op, je moet je cijfers verdienen. Hier is een stift. Wel, Andrew is niet van plan om op te houden. Ha, zag je dat? Het was een goed schot. Nicole, wat ben je aan het doen? Sorry, meneer Scott. De solvatie zal zichzelf niet vinden. En ik neem dit in beslag. Psst, Nicole, het is -2. Alex, wees stil. Sorry. Als dat zo is, heb ik een ander idee. Ik hoop dat het werkt. Nicole? Ik heb het. Ik moet snel zijn, anders ziet meneer Scott dit misschien. Alles veilig. Bedankt, Alex. Meneer Scott, controleer het. Zo is het goed. Goed gedaan, Nicole. Joepie. Neem plaats. Goed gedaan. Het lijkt erop dat er heel romantische verhalen zullen volgen. Nou, laten we eens kijken. Andrew, kom tot de vergelijking. Wat betekenen die letters? Dit is een heel eenvoudige opdracht. Los het op. Wat moet ik ermee? Ik ben verdoemd. We moeten ons genie helpen. Zeker weten. Oh, een speakbriefje. Bedankt. Ik heb het. Hier gaan we. Andrew, wat heb je daar geschreven? Wat bedoel je? Het antwoord natuurlijk. Wat? Hij neemt me vast in de maling. Je krijgt een onvoldoende. Maar waarom? Is het fout? Oh, dat is een moeilijke zaak. Dat is de perfecte plaats voor je antwoord. Dit is niet eerlijk. Ik denk dat je dit echt verdiend hebt. Niet waar, dat is hun schuld. Hahaha, hij heeft het verdiend. Dit is mijn huis. Bedankt dat je met me meeloopt en mijn tas draagt. Graag gedaan. Oh ja, neem maar mee. Het staat je beslist beter dan mij. Het lijkt erop dat de sympathie tussen Nicole en Alex absoluut wederzijds is. Oh, wat een prachtig stel zijn ze toch. Oh, ik heb een idee voor een nieuw zakenproject. 150.000. 200. Een Barbie en een paar met kenmaken is gewoon briljant. En ongelooflijk winstgevend.
Kom binnen, Alex. Help jezelf. Nicole is bijna klaar. Dank u, mevrouw Adams. Ja, mijn dochter heeft goede smaak. Wat een ongewoon huis. Waar is Nicole? En hier is ze. Ze is zo mooi. Net een Barbiepop. Hallo, Alex. We kunnen nu gaan. Het lijkt wel alsof onze Alex zijn spraakvermogen verloren heeft door zo'n schoonheid. Je ziet er prachtig uit. Dank je wel. Verwelkom nu de koning en koningin van ons schoolbal, Alex en Nicole. Dank je wel. Dank je wel. Het lijkt erop dat Nicole haar Ken gevonden heeft. En wat is er zo bijzonder aan hem? Helemaal niets. Ik ben beter. En wat denk je ervan? Schrijf je antwoorden hieronder in de commentaren. Vind je onze video leuk? Like hem dan, abonneer je op ons kanaal en vergeet niet om op het belletje te klikken. Tot ziens!